Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Blivius, en welkom bij weer een nieuwe episode van Let's Play Car Mechanic Simulator 2015, met Blivius natuurlijk. Vandaag zijn we, ja, als je deze video kijkt, ben ik nog druk bezig met de verhuizing. Ook al zal hij eigenlijk na de verhuizing uitkomen, het is toevallig een video die ik in de verhuizing heb kunnen maken. En er zijn een paar, er is een update geweest van Car Mechanic Simulator. De vertalingen in het Nederlands zijn verbeterd. Dus motorkap en zo, en voorbumper en rechter voorspaatbord. Dus de vertaling is op zich allemaal wat beter geworden. Ik ga even kijken. Er zijn nog helaas geen verbeterpunten bijgekomen. Dat is jammer. Wat wel officieel beter is, is dat ik kan nu auto's... Oh, verdorie. Dat was niet de bedoeling. Ik wil eigenlijk zeggen, ik kan dus nu auto's bezoeken zonder ze... Kijk, zie. Nu heb ik dus een auto in de garage neergezet. Zonder dat ik hem eruit hoefde te halen. Dus deze kunnen we nu wel weer terug naar de parkeergarage. Dus ik hoef nu niet meer per se naar de parkeergarage heen om dat eens te doen, zeg maar. Wat ik gedaan heb, ik heb ook even wat auto's erbij gekocht, zoals je misschien kunt zien. Dit pronkstuk, dit juweeltje, gaan we uiteraard vandaag mee bezig. Verder zijn er nog wat updates gedaan qua vertalingen en dergelijke, voor de Nederlandse vertaling. Dat er nu ietsje meer op lijkt, zeg maar. Ik zal even kijken, bobine, bougie. Nou, er zijn camgear, nou, dat zal wel zelf zijn, cilinderblok, deksel, cilinderblok, distributiekap. Dus zoals je ziet, het zijn allemaal weer wat updatejes geweest en dergelijke. Wat wij vandaag gaan doen, we gaan bezig met het vernieuwen van de motor. Sowieso alle onderdelen die hier te vinden zijn, gaan wij vernieuwen. Dus die halen we even netjes allemaal uit. Radiatorfan, dus, of ja, de ventilator, radiator, klemmetjes. Kijk, dan zit er ook wat een logische naam aan vast. Ik bedoel, klemmetjes, dat klinkt toch wat beter. Luchtfilterkap, het luchtfilter en de luchtfilterbodem. De remservo, dat is schijnbaar wel de bobinekap is dit. De bobines die gaan eruit. En de bougies die gaan er ook uit. Zo. Cilinderblok. Kunnen we even naar de juiste vertalingen nu kijken. De nokkenas. Oké, dat klinkt inderdaad heel erg logisch. Nokkenas. Brandstofrail. Nou, ik geloof wel dat die zo heet, een brandstofrail. Gasklep. We gaan ook even de naam uitvoeren behandelen. Inlaatspruitstuk is dit dus. Nou, de bobinekap. Bobines. De bougies. Oh, nee, dat is niet de bedoeling nog. Eerst die kleine bougie nog eruit. En dan mag deze. En ja, momenteel leven we eigenlijk in de realiteit leven wij om 10 uur 's avonds. Maar ja, dat maakt mij op zich niet uit. Distributiewiel gaat eruit. V-snaar. Kijk, die is geüpdate. Dit is dus de V-snaar. Snarenspanner. Dit is een snarenspanner. Dit is niet meer de belt tension, maar de snarenspanner. De riemschijf van de waterpomp. En dan moeten we de distributiewiel er maar even uithalen. Stuk voor stuk. Zo, al die mooie distributiewielen eruit. Oh, dit is een carousel. Nog iets met elkaar ding was dat. De waterpomp. Distributiekap mag eraf. Kijk, dat is op zich wat handiger nu het allemaal in Nederlands is. De distributieriem mag eraf. Nokken, as, tandwiel. Nou, dat zijn wel hele lange namen voor dat ding, maar oké. Okay. Stuurbekrachtigingspomp. Dynamo. Eens even kijken. Dan mag het nokkenas achteraf. Uitlaat spruitstuk. Nou, ik vind het helemaal goed. Ik geloof het allemaal. Uitlaat spruitstuk. Cilinderblok. Zo, netjes er vanaf. Nou ook de andere kant uiteraard. Nog een as eraf. Uitlaat spruitstuk. Oké, heel mooi. Cilinderblok gaat er vanaf. Hopen dat we die niet stuk gaan maken. Dat zou ik niet fijn vinden namelijk.
Verder zijn er eigenlijk geen onderdelen die we nu direct eruit kunnen halen, aangezien dit van beneden gedaan moet worden. Dus de auto gaat omhoog. Nou, we hebben nog mooi wat geld over, zoals je ziet. Dikke 119.000 miljoen. Nee, grapje, dat is niet waar. Even kijken, netjes eronder zetten. Dat is ongeveer dit. Dan gaat de olie eruit. Olieplug. Oké, heel mooi. Dan gaat... Oh, ik loop er gewoon dwars doorheen. Dat is ook mooi. Deze gaat daarheen. Zo. Dan mag nou de... Ik weet niet hoe ze dit noemen eigenlijk. Ze noemen dit... Oliekarter. Oké, oliefilter mag eruit. Nou moeten we even kijken naar die kleine dingetjes hieronder. Dat zijn de hoofdlagerkapjes. Hoofdlagerkap. Oké. Oké, nou die zijn al onderweg. Nou mag de motor, of de auto mag weer naar onderen in. Oh, we zijn trouwens de brandstoffilter vergeten, zie ik hier. Dit noemen wij trouwens nu zuiger met drijfstang. Zuiger met drijfstang. Nou, ik vind het helemaal goed. Ik geloof het allemaal ook wel. We zijn alleen vergeten nog om de versnellingsbak eruit te halen. Maar we moeten nog sowieso onder de auto komen weer. Omdat we dat... er zit nog een stukje daaronder dat we eruit moeten halen. Dat is de krukas. Maar die kan er pas uit als dit eruit is. Die altijd heel lastig is om te selecteren. Drijfas. Zo. Even de... Oh. We zijn er eentje vergeten. Heel mooi. Versnellingsbak die gaat er nu... Oh, eerste starten. Eerste starten motor eraf, dan pas de versnellingsbak. Versnellingsbak is trouwens een V8 editie, zie ik hier zo. Dit is de koppelingslager, de drukplaatkoppeling. De koppelingsplaat, het vliegwiel. Dat zijn trouwens het kurkas. Vliegwielen zijn trouwens hele dure dingen hoor. Dat moet je echt... die wil je echt niet stuk hebben. Zo, het motorblok gaat eruit. En daar komen we nou bij het stuk dat we gaan repareren. Nou, dat kun je nog wel eens even snel doen. Oh, dan gaat weer te snel dit. Ja, we moeten wel iets weer van 100% hebben uiteraard. Ah, ik ga elke keer weer te snel dit. Maar ik weet niet waarom ik elke keer te snel ga, maar... Ik ga elke keer te snel met het, voor mij hebben we gewoon niks stuk laten gaan, of wel soms? Hebben we dan serieus niks stuk laten gaan? Dat is wel vet. Even controleren. Radiatorfan hebben we helemaal gefixt. Dat hoort inderdaad niet te kunnen fixen. Even kijken naar die... Ja, die dynamo toestand. Oké, netjes. Kijk, de cilinderblok hebben we gerepareerd. Cilinderblok nog een keer gerepareerd. Wauw, we hebben niks stuk gemaakt. Dat is wel een heel erg zeldzaam moment. We hebben echt helemaal niks stuk gemaakt. Oké, nou, dames en heren, we zijn op het onderdeel gekomen dat ik dus weer dingen ga kopen. En dan ben ik uiteraard zo bij jullie terug. Zo, dames en heren, daar ben ik weer.
Alle onderdelen zijn gekocht, dus wij kunnen nu bezig gaan met het monteren van de onderdelen die er zo snel eventjes in kunnen, zeg maar. We hebben heel veel geluk gehad, want we hebben alles kunnen repareren, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. We hebben echt geen enkel onderdeel hebben we stuk geslagen, dus moet je nagaan, we hebben echt heel erg veel geluk gehad. Dat we ook maar geen enkel onderdeel hebben stuk geslagen. Ik bedoel, kom je niet vaak voor dat je geen enkel onderdeel stuk slaat. Er gaat bij mij vaak wel iets sowieso kapot eigenlijk. Dus dit vind ik eigenlijk gewoon een soort van wereldwonder dat dit gebeurt. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. De rest kan er nog niet in, want dat kan gewoon niet. Dus we zetten de auto weer netjes omhoog. Eens even kijken, en daar gaat het krukas, een van die twee gaat er weer in, vliegwiel, koppelingsplaat, drukplaat, koppelingsplaat of zoiets dergelijks, leuke woorden zijn daarvoor, koppelingslager, versnellingsbak. Ik vind het wel leuk dat je roest gewoon letterlijk eraf kunt slaan door met een hamer flink op die versnellingsbak te lopen en rammen. Het is en blijft toch een mooi spel dit. Eens even kijken, kan ik hierbij? Ik vind het zo raar dat ik hier nooit bij kan komen eigenlijk. Aandrijfas, hoppakee. Gelukkig hebben we die ook gefixt, want dat zijn wel dure onderdelen als je die stuk maakt. Oké, heel mooi. Dan kunnen we met het oliefilter beginnen. Deze kunnen erin. Zelfs die kleine onderdeeltjes hebben we nog kunnen fixen. Zo, netjes. Oké, dan moet de auto weer naar onderen heen. En dan gaan we verder met de zuiger met drijfassen. Maar moet je wel iets beter tevoorstaan. Zo, netjes. Zo. Ja, ik wou net zeggen, die moet natuurlijk wel in. Cilinderblok. Kijk, alweer mooie nieuwe onderdelen. Daar worden we heel erg vrolijk van, toch? Van nieuwe onderdelen. Die zijn heel mooi, nieuwe onderdelen. En die hou je ook graag, nieuwe onderdelen. Deze auto repareren heeft ons tot nu toe in ieder geval geen verloren onderdelen opgeleverd. Dus daar iets waar een monteur sowieso heel blij van wordt. Zo, nokken afstandwiel, distributieriem. De bougies. Nou, cilinderblok aan de andere kant er weer in. Ja, hoppakee, ik wou net zeggen, jij mag ook wel even vast. Zo, bougies er weer in. Heel mooi. Nog een as. Nog een afstandwiel. Distributieriem. Inlaatspuitstuk. Brandstofrail. Gasklep. Wel de V8 editie natuurlijk, anders is het ding niet voor uit te branden. Distributieklep. Ja, dan komt nou natuurlijk weer het leukste onderdeel. Dat zijn al die distributieriemen weer de stuk, of die weer er vast aanzetten. Dat is altijd heel erg leuk werk om te doen. Maar niet heus. Zo, de waterpomp. Dat moet iets beter voorstaan. Zo. Riemschijf waterpomp. Even, ik sta er wel heel beroerd voor. Kurkaspoelie. Distributieriem B. De V-snaar. Nog een V-snaar. En de laatste distributiewiel. En de snaarspanner. Cilinder. Deksel. Cilinderblok deksel ding. Zonder mij even een goed woord te verzinnen of wat dan ook. Zo, uitlaatspuitstuk. Wel leuk dat die Nederlandse taal nu mooi geoptimaliseerd is. De bobines gaan er weer in. En de bobinekap. Dan gaat het andere stuk. Deksel van cilinderblok B. Zo. En de laatste. En dan de bobine. Nou, gelukkig niet te veel gekocht deze keer. We doen er meteen eventjes olie in. Oh nee, er zit natuurlijk geen oliedingen in, hè. Even kijken. Volgens mij hebben we tot zover aan de bovenkant hier alles netjes teruggeplaatst. Gaan we even toch weer naar boven doen. Want we moeten nou de olie
kap eronder zetten. Dus kijken, hebben we nog onderdelen over? Alles. Nee, alleen de OD-kaarten, dat is goed. Zo, even eronder. Zo, netjes. Gaat de auto weer naar beneden. Vul hem eventjes bij met olie. Zorg ervoor dat de uitlaat nog eventjes gefixt wordt. En dan laten we dat even hierbij. Zo, met je olie erin. Heel mooi, Tobby. Dan mag de motorkap mag dicht. En dat doen we even omhoog. Want we gaan nog even kijken naar de, ja, naar de overige dingen, zeg maar. Eens even kijken, hoe zit het met mijn opdrachten? Die eventjes wegdoen, want ik wil graag wat DLC erbij hebben als het mogelijk is. Eens even kijken, uitlaat, demper voor. De katalysator. Uitlaatdemper in het midden. Uitlaatpijp. En uitlaatdemper achter V8. Oh, ik zal even van die onderdelen halen. Uitlaat, katalysator moet twee keer, deze moet twee keer, de midden moet twee keer, en deze moet er voor mij twee keer, zo uit mijn hoofd. Ja, dat heb ik allemaal goed. Zo, die plaatsen we nu allemaal netjes terug. Uitlaatpijpen, en de achterkant. Hoe kan ik hier beter, oh zo ja. Even de boel omdraaien, denk ik nou maar. Uitlaatpijp in het midden. De katalysators. En dan de uitlaatdempers aan de voorkant. Heel mooi. Goed. Dan was dat wel alles voor vandaag, zeg maar. Ik zal nog eens even kijken, want ik ben wel benieuwd. We hebben, zeg maar, een update gehad. En we hebben alleen maar carrosserie en velgen. We hebben geen nieuwe dingen erbij gekregen qua tunewinkel, helaas. Maar dat maakt op zich niet gek veel uit. Eens even kijken. Dit is ook. Ja, deze gaan we ook heel mooi opknappen straks hoor. Dit was straks een hele mooie auto, geloof me. Of zullen we dat nou nog eens eventjes doen? Zullen we hier nou een super lijpe auto van gaan maken? Ik denk het wel, hè? Echt wel. Dit is gewoon drie keer niks wat hier nou weer gebeurd is. Even kijken hoor. Dit is nou ook een hele mooie Chevrolet, is dit. Met een hele mooie V8 motor erin. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij er zo uitziet. De. Zo, weg met die dingen hier, weg met dat. Kijk, we hebben toch nog een beetje tijd over, lijkt me. Dus dan kunnen we dit heel mooi erbij pakken. Eens even kijken. Ik vind die retrovelgen eraf. Ik vind wel dat wij sowieso alleen maar nette auto's in deze garage moeten hebben staan. Anders is het gewoon niet te doen. Volgende keer gaan wij verder met de zelfgemaakte auto trouwens. Want dan gaan wij ervoor zorgen dat alles weer netjes wordt gemaakt uiteraard. Eens even kijken. Draai. Oké, we brengen hem even. Ja, stuk. Je hoort al wat dingen stuk gaan op de achtergrond. Ja, hoppakee, nog een stuk. Oh, te snel. Oké, nou. De onderdelen die hier zijn, zijn allemaal Bolt Reptilia. En we hebben retrovelgen. Even kijken, Bolt Reptilia of zo. Even kijken, de tune. Bolt Rep. Oh ja. Die heb je dus wel. We hebben. Oké. De achterbumper. Heeft hij een achterbumper? Oh ja, die was zeker al vanaf. Linker achterlicht. Deze is lijper, vind ik. En linker voorkant. Kant, dat is die of die. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk. Dat is dus deze en die. Voor de rest hebben we tot zover nog niks. Eens even kijken. Ook geen motorkap. Vaak zit er wel iets van een vette, hele vette lijpe motorkap bij me. Oké. Of komt het misschien omdat ik kijk bij, niet bij alles kijk. Even kijken hoor. Bolt. Nee, hè? Alleen maar voorbumper, achterbumper en lichten. Nou, dat is teleurstellend. Nou, niks aan te doen. Motorkap gaat er weer op. Die is de rechte spatbord. Kijk, hij is. Oh nee, die is een stuk gegaan. De verlijpere voorbumper en de lampjes. De deur. We hebben twee dingen stuk gemaakt. Ik weet alleen niet wat. Maar we hebben twee dingen stuk gemaakt. Achterbumper.
lijpe achterlichten natuurlijk. Even kijken, die deur. Spatbord hebben we vernacheld, zeg maar. Is dat het eerste wat we vernacheld hebben dan? Nee, dat spatbord. Oh nee, oké, dat is oké. Ik moet nog die bolt, heb ik in de gewone winkel. Eventjes kijken. Wij missen het linker voorspatbord. Eens even kijken, dat is deze. Zo, die zit er nou weer nieuw erop. De wielen. We hebben retrovelgen. Eens eventjes kijken. Retrovelgen, dat zijn deze. Eens even kijken, wat is vet. Ik denk deze wel trouwens. Zal ik eens eronder zetten? Eens even kijken. Optioneel. Bleh. Zijn een beetje te, hè? Of denk ik? Ja, ik twijfel, jongens. Ik twijfel. Ik zal die nog eens een keer proberen. Kijken hoe die staat. Als die beter staat, halen we die. Even kijken. Ja, ik denk dat we beter die zwarte kunnen hebben. Ja. Kunnen we beter de zwarte hebben. Deze vind ik niet mooi. En toch geld staat. Zo. Dan zetten we die gewoon erop. Oh, jij niet. Jij. Misschien moet ik die andere even van gaan verkopen ofzo. Misschien dat ik daar dan... anders vergis ik me daar, oké. Ja, dat is niet erg. En dat is ook niet erg. Dikke doei. Eens even kijken. Zo. En we hebben nu natuurlijk wel een hele vette race monster eigenlijk voor ons. Bij deze. En race monsters horen eigenlijk gewoon rood te zijn, vind ik. Dus misschien dat ik hier weer even een knal rood op ga gooien. Eens even kijken hoe dat wordt. Verfruimte. We gaan even naar de verfruimte. En we zeggen van, we willen rood. Volgens mij zit alles deze kant op. Ja, dat is knalrood. Oké, huppakee. Nou. Oh mijn god. Dat doen wij gewoon. Terug naar de garage met dat ding. Hij ziet er wel wreed uit zo. Wel een beetje aparte auto tot zover, maar oké. We doen hem tot zover even naar de parkeergarage. Want dan kunnen we de volgende keer misschien nog hier een andere auto opzetten. Eens kijken of we misschien nog een leuke orde hebben binnengekregen. Verder helemaal geen DLC, hè? Nee. Welke DLC is dit? Ik weet niet welke DLC dat is. Nou ja, die wijzen we allemaal af, want dat geen DLC is. Dat is het tot zover met deze episode. De volgende keer gaan we verder met de ophanging van deze auto, want dat is gewoon zwaar knudden eigenlijk, die ophanging. Alleen dat moeten we nog fixen en dan is die hele auto is gereed, zeg maar. Nogmaals bedankt voor het kijken naar de episode. Hoop dat jullie het leuk vonden. Zowel even dat blauwe duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En wil je graag meer van mijn episodes zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. En sowieso iets van 3 keer in de week Car Mechanic Simulator. Jawel, dames en heren. Dus nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.